Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe DIY video. Vandaag ga ik je laten zien hoe je zelf dit leuke setje kan maken van een kaarsplateau. Ik hoop dat je het goed kunt zien. En het vaasje in okergele kleur. Ik ga je gewoon laten zien hoe je dat doet en waar ik de spullen vandaan haal. Ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken. Bij de Action kocht ik dit kaarsenplateau voor 1 euro. Deze okergele verf voor 1,75 euro. En dit grijze vaasje voor 80 cent. De rand van het kaarsplateau wil ik graag okergeel verven. En dan alleen deze onderste rand. Dus niet dit schuine stukje hierboven, alleen de onderste rand. En daarvoor ga ik met schildersteep het bovenste randje even afplakken. Als je de randen goed hebt afgeplakt, is het tijd om te gaan verven. Zorg hierbij wel voor dat je een goede ondergrond hebt en dat je niet op de gewone tafel gaat verven. Want dan zou er verf op je tafel kunnen komen en dat is een beetje zonde. Zelf gebruik ik hier een stuk behang wat ik over de tafel heb gelegd. Dat mag vies worden. Ik heb twee laagjes verf aangebracht en nu laat ik hem even drogen. Ondertussen ga ik verder met het verven van het vaasje. Ik heb op het vaasje meerdere lagen verf gebruikt en zoals je ziet dekt het vrij goed. Na een paar uur is de verf goed droog en kun je het schildersteep eraf halen. Als de verf helemaal droog is, kun je het decoreren naar jouw smaak. Dit was de video alweer. Ik hoop dat je het leuk vond en wil je meer DIY's zien. Ik heb een hele playlist vol met DIY's. Ik heb ook nog allerlei andere soorten video's. Dus daar kun je nog even tussen kijken als je het nog niet hebt gezien. En wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwe video's, DIY's, dingetjes voor in huis en vele andere video's, dan kun je je geheel gratis abonneren op mijn kanaal. En dat vind ik ook heel erg leuk. Als je deze video leuk vond, maak je mij heel erg blij door hem een duimpje omhoog te geven. Of misschien een comment hieronder achter te laten. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken. Doeg!